Samen met een aantal anderen is in 2005 het gemeenschapsfonds Winterswijk opgericht. Omdat wij met z'n allen zoiets hadden van, ja, er kan eigenlijk best nog een heleboel gebeuren om het hier voor iedereen aangenamer te maken. Nou kunnen we achterover blijven hangen en klagen. Maar we kunnen ook eens gaan nadenken en gewoon wat gaan doen. Er zijn in Nederland duizenden initiatieven van hele actieve bewoners die gezamenlijk in hun buurt of hun wijk of hun straat kleine dingen veranderen. Vaak hebben ze daar toch ook nog wel een beetje geld bij nodig. En als het geld nodig is, doen ze een beroep op de gemeente. Helaas kunnen de gemeenten steeds minder ja geven op deze vragen die gesteld worden. En daarom zie je die lokale initiatieven zoeken naar andere financieringsbronnen om hun projecten toch te realiseren. En voor deze initiatieven zou het heel welkom zijn als er een lokaal fonds wordt opgericht. Wat we tot nu toe gedaan hebben, is over het algemeen de wat kleinere, echt lokale projecten gesteund. Een van de belangrijke dingen die eigenlijk bleef liggen was hier de veenput. De veenput was helemaal dichtgegroeid. Op het laatst was er geen put meer te zien en daar waren geen middelen voor. Er kwam geen geld voor vrij. En toen hebben we uiteindelijk het gemeenschapsfonds gevonden die ons wilde ondersteunen. En daardoor is er een groot bedrijf bij geweest die het hele geval heeft leeggehaald. De oevers kunnen weer aangroeien. Dus we zijn er heel blij mee dat in 2008, dat is alweer een aantal jaar geleden, gebeurd is, want u ziet nou het resultaat. Wij kunnen ons voorstellen dat er in veel meer gemeenten in Nederland behoefte is aan een instrument als een lokaal fonds. Want een lokaal fonds is in staat om de belangen van de bewoners nog beter tot uiting te brengen. En als we dan met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we daar ook nog een component als noodzakelijk geld aan toe kunnen voegen, waar verschillende manieren voor zijn om dat geld bij elkaar te brengen, dan kunnen bewoners in al die gemeenten veel meer doen en veel meer bereiken dan dat er nu gebeurt. Ik denk dat het heel belangrijk is voor gemeentes om een lokaal fonds te hebben. Het belang zit hem erin dat een lokaal fonds kennis heeft van de gemeenschap. Wil je ook in jouw gemeente lokaal fonds oprichten? Neem contact met ons op www.lokalefondsen.nl. Wij helpen je heel graag om in belang van de leefbaarheid ook in jouw gemeente een lokaal fonds op te richten.